inmiddels zitten de knoflook en de ui er ook bij. En ik ga dit zo meteen even kneden met een vork. En dan ga ik de courgette nog even in de blokjes snijden. Ik gebruik niet zoveel hoor. Hoi, welkom op Vraag het Suus. Vandaag ga ik laten zien hoe je gevulde paprika's maakt. Niet heel ingewikkeld, maar wel heel erg lekker. En het is ook nog eens koolhydraatarm. Tenminste, als je hem maakt zoals ik hem maak. Je kunt er natuurlijk ook weer aardappeltjes bij serveren of frietjes of aardappelpuree, net waar jij zin in hebt. Misschien ook wel lekker met rijst en een currysaus en die kun je in een andere video zien. Ik wens je veel kijkplezier en vergeet alsjeblieft niet om het duimpje omhoog te doen, daar help je mij echt op weg mee. Alvast bedankt en ik wens je veel kijkplezier. Nou, wat heb je nou nodig voor gevulde paprika's? Een paprika die je kunt vullen en ik ga hem zo doorsnijden. Dan heb ik twee helften. Zout, peper, paprika poeder, currypoeder, een stuk courgette, gehakt, een uitje, een flinke teen knoflook en ik heb rozemarijn. En rozemarijn, dat is een kruid en ik ga straks laten zien hoe je dat schoonmaakt. En waarschijnlijk dat ik tijdens het maken misschien er nog wel wat door doe. Het gehakt gaat rauw in de paprika en daarna gaat de paprika in de oven. Maar ik kook de paprika wel even voor. Nou, dit is rozemarijn en daar haal je takjes vanaf en dat heb ik al even fijn gesneden. Ik ga nu de paprika halveren. En omdat ik ze ga vullen, moet ik heel voorzichtig het binnenkantje eruit halen. En ervoor zorgen dat het zo heel mogelijk blijft. Ik wil wel alle wit eruit hebben, want dat is best een beetje bitter. Dat is één. En ik moet bij deze heel erg uitkijken dat ik dit niet helemaal weghaal. Want anders gaat daar straks al het gehakte uit. Dus ik ga dat heel voorzichtig wegsnijden. Ik kan hem zo eruit drukken. En ik weet straks dat ik dit niet moet eten. Dit stukje, dus dat laat ik dan. Ik heb het er toch uitgesneden. Het was een beetje niet netjes aan de binnenkant, dus ik heb het eruit gehaald. Nou, dit zijn mijn paprika vormpjes. Ik ga een waterkoker aanzetten en ik ga dit ongeveer 5 minuten voorkoken. Als je het namelijk in de oven gaat, dan wordt het niet helemaal lekker beetgaar. Het gehakt gaat in een bakje, terwijl je op de achtergrond de waterkoker hoort. Ik trek dat alvast een beetje uit elkaar en ik doe de kruiden er alvast bij. Ik doe er ook wat curry bij. Gewoon een klein beetje. Een beetje paprika. Peper. Twee snufjes zout. En nogmaals, ik doe dat op mijn hand, zodat het je ziet wat er gebeurt en niet zo'n potje leeg nog. Nu ga ik de knoflook fijn hakken. Inmiddels zitten de knoflook en de ui er ook bij. En ik ga dit zo meteen even kneden met een vork. En dan ga ik de courgette nog even in een blokje snijden. Ik gebruik niet zoveel hoor. Dit is meer dan genoeg. Ik ga toch nog een salade bij. Dit is natuurlijk ook al groente. En ik ga nu de paprika's aan de kook 4 minuten laten koken. En ik doe dit expres met een vork. En dan kun je ook nog het gehakt een beetje fijn drukken. Nog dat er grote stukken zijn. En dit is 100 gram gehakt. Nou, het is zat voor één persoon. De paprika kookt, maar zoals je ziet zit hij niet onder water. Dus daar moet je hem af en toe even mee helpen. Paprika is soms wat eigenwijs. En dit kan zacht. Zet alvast een vergiet klaar, dat je het makkelijk kunt afspoelen onder koud water. De paprika's. Afgieten en koud spoelen. Als je dit niet doet, dat koud spoelen, garen ze namelijk helemaal door. En dat wil ik niet, dat wil ik pas dat dat in de oven gebeurt. Dus even goed koud spoelen. Nou, je ziet al, je merkt heel snel wel van oké, nu zijn ze koud.
Ik kan ze al goed met mijn handen vastpakken. De binnenkant voelt koud. Dus nu zijn ze goed. En dan uit laten lekken. Boven de pan. En dan heb ik één natte hand gemaakt. Dat heb ik expres gedaan, want ik wil nu dit gaan kneden. En gehakt met een natte hand kneden gaat gewoon veel makkelijker. Er zit inmiddels ook een stukje courgette in. Ik heb de helft ongeveer gebruikt van wat ik had laten zien, want ik vond het toch wel veel. En ik hoef er verder niks aan toe te voegen, aan paneermeel of dat soort zaken sowieso niet. Maar ook niet aan een ei of zo. Er komt genoeg vocht straks uit de courgette. En het gehakt gaat dan vanzelf wel binden als het ware. Ik wil alleen dat alles lekker door elkaar zit. Nou, dan pak ik de uitgelekte paprika's erbij. Ik pak er het schoteltje bij. En de bakspray. Zodat het niet vastplakt zometeen. Dit erin. Ik verdeel het gehakt op het oog in twee porties. Doe dat even op het oog erin. En dan ga ik het goed aanduwen. Goed in alle hoekjes van de paprika's. En dat er iets naast valt, dat geeft niet. Nou, straks alleen nog wat geraspte kaas erover. En dan kunnen ze op 175 graden 20 minuten in de oven. Nou, dit is dan het eindresultaat van de gevulde paprika's. Ze zien er heerlijk uit. En omdat je ze volgekookt hebt, is er maar weinig vocht uitgekomen. Als je wilt controleren of ze gaar zijn, dan prik je er even met een prikkertje. En als die er schoon uitkomt en er komt wit vocht mee, dan zijn ze gaar. Nou, dat waren de gevulde paprika's. Makkelijk, hè? Ik vind zelf het heel erg lekker om dit al de dag van tevoren te maken. Dan zijn alle kruiden lekker in het gehakt getrokken. Je haalt het uit de koelkast, zet het in de oven. En een half uurtje later kun je gewoon heerlijk aan tafel. Lekker iets makkelijks, iets simpels. Ik serveer er nog een salade bij meestal. Als mijn kinderen dit mee eten, maak ik er voor hun nog wat rijst bij. Dat vinden zij dan weer lekker. Alvast bedankt voor het kijken en ik wens je een fijne dag. En heb je al ontdekt dat ik ook vlogs maak? Misschien ook wel leuk om een keer te ontdekken. Tot ziens!